Oké, okay. dankjewel. Dat was het laks. We hebben even gebeld waar veel over wordt geklaagd op het VMBO-examen. Nou, dat is vooral over het examen wiskunde dat jullie achter de rug hebben. Er zijn al 5000 klachten over binnengekomen. En vooral vragen 15, 8 en 18 waren moeilijk. Het waren moeilijke vragen. Kan je jezelf daarin herkennen? Wil je er ook iets over zeggen? Laat het weten in de comments. Misschien komen we daar later nog op terug. We gaan het nu in ieder geval hebben over het examen aardrijkskunde voor VMBO. Een examen dat door zo'n 18.000 mensen gemaakt gaat worden dit jaar. 45 vragen krijg je gemiddeld op zo'n examen als we kijken naar de afgelopen jaren. Dan heb je dan 2 minuten en 42 seconden per vraag de tijd voor om die te beantwoorden. Nou, zo'n examen uh, levert gemiddeld een 6,2 op. Dat haal je gemiddeld voor een aardrijkskunde examen. En 80%, 4 op de 5, haalt de voldoende. En wij gaan ervoor zorgen dat jij ook een voldoende haalt met twee docenten in de studio. We gaan beginnen. Met naast me een bekend gezicht. Je kan hem natuurlijk kennen van vorig jaar van de NWS Stories eindexamen spreekuren. Maar Hidden, Meester Hidden. Hidden Nuiten van het Lumion in Amsterdam. We kennen jou ook van TikTok, een podcast. Uh, Instagram, wat doe je nog meer? Ik, uh, ik probeer overal zo zichtbaar mogelijk te zijn... maar ook voor mijn vmbo-leerlingen voor het eindexamen natuurlijk. Ook gewoon nog steeds naast het uh, muziek maken. En niet alleen voor jouw vmbo-leerlingen, voor alle vmbo-leerlingen. Hey, wij gaan iets doen, een soort challenge uh, dit spreekuur. Wat ben je van plan? Ik uh, dacht, hè, laten we het inderdaad in het thema houden van de rappende meester. Dus ik wil graag uh, eindigen met een ultieme examentip. Maar dat is in mijn geval dan een soort begrippenrap. En jij mag dan begrippen bijhouden van de mensen in de chat, van de kijkers. En dan maak ik helemaal aan het einde van de uitzending een uh, kleine freestyle ervan. Kijk, dus drop je begrippen in de chat. Gaat meester Hidde aan het eind freestylen. En we hebben niks afgesproken van tevoren. We hè? hebben, niks, goed we te hebben niks afgesproken, een echte freestyle. Nice, dankjewel. Leuk dat je er bent. Geldt ook voor jouw collega Emine kus. Ja. Ik spreek het helemaal goed uit. Van het Haags Montessori in, uh, Lyceum. In Den Haag natuurlijk. Ja, wat is er zo leuk aan het vak aardrijkskunde? Dat je gewoon de wereld rond kan. Zonder dat je eigenlijk de wereld rond gaat. Dus gewoon met je grote bosatlas. Je bladert er doorheen. Ja. Je leert van alles over de wereld. En je zit nog gewoon op je stoel. Ja, en je weet alles over de wereld. En je leert ook alles over de wereld. Nou, je weet je vak wel te verkopen. Ja. Hey, wat verwacht jij wat moeilijke onderwerpen zullen zijn. die dit spreekuur aan bod zullen komen? Uh, bijvoorbeeld water, vooral thema water, verschillende soorten klimaten, van weer een klimaat. Uh, ja, eigenlijk algemene dingen. Van hoe ook weer. Herhaal eventjes. Laat even nog, een keer, nog één keer laatste uitleg. Hoe wat waar. En daar zijn we voor. En ik zag dat je klas ook aan het kijken was ja. en net in de chat. Wil je nog wat tegen ze zeggen? Een dikke shout-out. Nice, <laughs> dankjewel. We gaan beginnen. Met een uh, algemene vraag, een praktische vraag eigenlijk. En die komt van Mickey. Hoi, mijn naam is Nicky, Ik zit op Asjong Klees Nieuwkoop. Ik doe examen in VBOT. En mijn vraag is: hoe kun je het beste informatie uit een bron halen? Heb je ook een vraag? Drop hem in de chat, dan wordt hij zo meteen misschien ook wel hier beantwoord. Eerst dus: hoe haal je informatie het beste uit een bron-emine? Nou, ik heb hier uh, wat algemene examentips. Waarvan, zoals de bron al terug staat, lees goed. Bekijk de bron en bekijk wat er bij de bron staat. Staat er een datum bij? Uh, welk seizoen is dat dan als het gaat over een weerkaart? Ik bedoel, als het datum iets van 10 december is, dan weet je dat is winter, dat is koud. Of je kan verwachten dat er dan bijvoorbeeld sneeuw valt. Uh, bekijk jaartallen, bijvoorbeeld bij bevolkingsdiagrammen. Uh, nou, in 1950 had je de babyboom. Dan kan je verwachten dat er een enorme of een breedte. Een breedte is in de beneden van een bevolkingsdiagram. Bekijk ook plaatsen. Vaak krijg je een kaartje met plaatsen. En dan willen ze ook wat weten. Waarom, waar een bepaalde klimaatgrafiek. Uh, bij welke plaats het wordt. Bekijk die plaatsen. waar in het land ligt zo'n plaats. Ligt die aan de kust? Ligt die bij een bergte? Of ligt die hoog? Ligt die laag? En dat maakt al dat je een bepaalde vraag kan beantwoorden. Dus pak die bronnen. Kijk goed wat vragen ze. waarom hebben ze het bron aan mij gegeven? Want vaak geven ze niet een bron zomaar mee. Ik heb wat extra examentips. Gebruik je tijd, want je hebt uh, twee uur de tijd. Dat haal je makkelijk. Neem je pennen mee, want je zal zien dat je pen net leeg is. Uh, vul altijd wat in. Ga niet een vraag overslaan um, uh, of leeg laten omdat je denkt dat je het niet kan. Sla het even over, kom er later op terug, maar niet met niks je examen verlaten. En als je tijd over hebt, schrijf je examen uh, antwoorden over op een blaadje. Dat blaadje mag je meenemen. Dankjewel, Emine. Ga ik gelijk naar de chat toe. Even kijken wat je er allemaal binnenhaalt aan comments. Waar reageren mensen nu al op? Er zijn een hoop verschillende soorten vragen, maar dat is eigenlijk altijd bij aardrijkskunde. Uh, ik zie veel vragen over bijvoorbeeld erosie. Uh, en erosie dat vindt vooral plaats in het rivierlandschap. Tenminste, daar gaat in het uh, Aardrijkskunde VBO-examen over. En uh, erosie kan je eigenlijk zien als het slijten van stenen die meegevoerd worden door de rivier. Die slijten natuurlijk de steen zelf, maar ook de ondergrond van de rivier. Hoe harder het water stroomt, hoe meer grote stenen nog mee kunnen. Dus in Nederland hebben we eigenlijk alleen maar zand en kleikorreltjes, omdat die grote stenen inmiddels al uh, op de bodem van de rivier of ergens anders liggen. Ja, ik zie ook nog wel wat algemene vragen voorbij komen. Dit was al gelijk heel inhoudelijk, maar ook hoe kan je het beste leren? Volgens mij heb je daar iets over voorbereid, hè? Klopt. Ja. Zullen we maar gelijk gaan wisselen Let's dan? Go. Ja, top. En de PowerPoints, goed om te weten. Die kan je na afloop downloaden via een link onder, de, uh, onder het spreekuur. Hidde. Ja, uh, hoe kan je het beste leren voor het uh, VMBO-examen Aardrijkskunde? Uh, begrippen, zorgen ervoor dat je, de, uh, dat je vaak de vraag snapt. In uh, aardrijkskunde worden begrippen vaak niet losgevraagd, maar ze zitten in een vraag verwerkt. Dus de voorkennis van die begrippen is belangrijk om die vraag te kunnen beantwoorden. Vaak krijg ik de vraag: moet ik de begrippenlijst dan helemaal leren? Ja, ik raad het je aan om dat toch nog wel te doen. Ook al heb je maar een avondje, hopelijk ben je al een eindje op weg. Want begrippen worden als basiskennis gebruikt om vervolgens die vraag te kunnen beantwoorden. Als jij een vraag leest en je snapt het begrip even niet, is mijn tip om toch het woordenboek te gebruiken. Want heel veel begrippen staan gewoon in het woordenboek. Je hebt geen tijd om ze allemaal op te zoeken. Dus als je echt heel erg twijfelt, gebruik het woordenboek. Um ja, visueel maken werkt, dus soms heeft het nut om op je klapblaadje even een, een aardrijkskundig concept eigenlijk te tekenen. Uh, een bekend voorbeeld is het uh, schematische weergave van het rivierenlandschap, zomerdijk, winterdijk. Teken die even voor jezelf op een blaadje, dan wordt de tekst ook weer duidelijker. Um, oude examens uiteraard oefenen, je hebt nog een avond. Hoe recenter het examen, hoe beter, want die lijkt het meest op het examen van nu. En eigenlijk is mijn, mijn tip voor vooral deze fase, net voor het eindexamen, is ga vooral oude eind eindexamens oefenen... Alleen of in een tweetal en kijk dan elkaar, elkaars eindexamens na. Uh, heel streng met het antwoordmodel. Uh, of betrek je docent er nog even bij. Meneer of mevrouw, heb ik dit echt goed gemaakt? Um, elkaar overhoren. Kan thuis met je ouders, vrienden, vriendinnen, klasgenoten. Nog even op een, uh, op een relaxte manier elkaar overhoren om te kijken of je de begrippen echt kent. Dat kan dus in, in combinatie met het maken van die oude eindexamens. En de welbekende: uh, het is een beetje een cliché: maar niet stressen. Je gaat nog even leren vanavond. Je bent hier nu blijkbaar. Dus je bent goed bezig. Maar ga wel gewoon op tijd slapen. Want je kan beter even 6, 7, 8 uurtjes hebben geslapen en fit zijn voor dat eindexamen. dan dat je tot vier uur s'nachts doorgaat en vervolgens morgen moe in die examenzaal uh, zit. Dus dat zijn mijn algemene tips. Dankjewel, Hidde. Uh, je mag gaan ruilen weer met je collega Emine. Want we gaan door met een PowerPoint die zij heeft voorbereid. Het is namelijk uh, een PowerPoint die aansluit op de vragen van Cas, maar ook van Sam en Jade. Zij vragen zich af: kunnen jullie de verschillende klimaten uitleggen? Emine, dat kan jij, je? Dat kan ik zeker. Uh, je krijgt de klimaatgrafieken. En uh, hoe lees je een klimaatgrafiek überhaupt af? Nou, links zie je de millimeter staan, dus dat is hoeveel neerslag er valt. Rechts zie je de uh, graden Celsius staan en onder zie je de maanden staan. Er zijn een aantal die dat soms nog wel eens verwarren. De rode lijn is de temperatuur, dus je moet kijken op basis van de rechterlijn. En de blauwe staven zijn de neerslag. En zo zijn er ook verschillende uh, klimaten die je moet kennen. En belangrijk daarbij is dat je ook bepaalde elementen van bepaalde klimaten kent. De volgende. Uh, bijvoorbeeld, beginnen met het tropisch regenwoudklimaat, uh, de N, de T, de V en de P. De N staat voor neerslag, T voor temperatuur, V voor vegetatie, dus wat er groeit, en de P staat voor plek, plaats. En het belangrijk is dat je van, uh, van Nederland, Spanje en de Verenigde Staten alleen van die, die drie landen weet waar het voorkomt. Dus je hoeft echt niet te weten dat het tropisch regenwaterklimaat ook voorkomt in Indonesië. Is niet relevant. Deze informatie zou je dus moeten weten. En ik heb geen uh, klimaatgrafiek van deze, omdat die niet voor is gekomen eerder in een examen. Maar bijvoorbeeld bij het savanneklimaat komt zo'n grafiek eerder voor. Vaker voor, omdat deze klimaat ook vaker voorkomt in de Verenigde Staten of Spanje. Je herkent hem bijvoorbeeld door een, uh, het is warm in de zomer, er is ook veel meer neerslag. Een groot verschil met het steppenklimaat is dat er veel minder neerslag is. Dus er is wel nog steeds heel veel, het is wel warm, maar het stukje neerslag is veel minder. Dus daaraan kan je al zien dat er een verschil is tussen deze twee klimaten. Moestijnklimaat zie je ook weer, het is heel warm. Maar nog een verschil is dus neerslag. Dus als je bijvoorbeeld een vraag krijgt tussen deze twee, dat je deze twee grafieken krijgt en dan wordt gevraagd, welk klimaat is het nou? Dat je dus aan die neerslag moet kunnen zien, dit is steppen, want er valt meer neerslag. En dit is woestijn, want er valt minder neerslag. Nou, landklimaat, dat is dus een klimaat waar de uh, temperatuurverschil heel erg hoog is tussen de zomer en de winter. Nou, dat zie je ook boven de 20 en tik de min 10 aan. Met heel het jaar door neerslag. Uh, Middellandse zeeklimaat. Het is warm. Het is ook in de winter nog best wel warm. Het is niet hè, dat je met tennantenrekkend onder je voeten door, het, door de sneeuw moet lopen, want het is boven de 10 graden. En het belangrijke detail tel is dat hier de zomer droog is. Nou, een belangrijk verschil is dan het gematigd zeeklimaat, waar wij dus in Nederland mee zitten, is dat het gedurende het jaar lekker weer is. Het is hè, niet te warm, het is niet te koud. Het verschil is tussen de uh, Middellandse Zee en het gematigd dat er heel het jaar door een neerslag is. Dus er is geen warme zomer meer. Nou, dan heb je het hoge bergte klimaat. Ik heb daar geen grafiek van, omdat die niet eerder is voorgekomen in een examen. Ik heb alle grafieken van voorgaande examens gehaald. En deze komt vooral voor bij de Rocky Mountains in de Verenigde Staten of bij de Pyreneeën in Spanje. In Nederland komt deze sowieso niet voor. En bij de Appalachen, dat is de gebergteketen in de Verenigde Staten, komt die ook niet voor, omdat deze niet zo hoog is. En dan heb je de laatste, en dat is het Tundra klimaat, je moet weten. En dat is dus een klimaat met heel weinig neerslag. Dus bijna een woestijnklimaat, zou je zeggen. Maar het verschil daarin is hem dat het heel koud is. En deze komt voor in Alaska. En wil je alle klimaten nog eens rustig uh, bekijken? Dat kan dus met de PowerPoint. Ik zei het net al, je kan de PowerPoint downloaden. Maar we houden ook tijdscodes bij. Dus kijk zo meteen naar het eindexamen Spreekuur eventjes uh, welke tijdscode er bij het hoofdstukje klimaat staat. Klik op die tijdscode en dan ben je precies op het juiste moment in de stream om nog eens alles terug te kijken. Dat was het, hè, Emine? Dan ga ik naar uh, Hidde. Hidde, uh, heel veel mensen die hebben het over de wet van Buis-Ballot. Spreek ik het goed uit? Je spreekt het perfect uit. Wat is die wet? Uh, Buis-Ballot heeft vooral te maken met het uh, draaien van de aarde. Uh, de aarde draait om de zon heen, maar ook om zijn eigen as. En door het draaien van de aarde zijn er eigenlijk windafwijkingen. Op het noordelijk halfrond naar rechts en op het zuidelijk halfrond naar links. En dat heeft weer invloed op de windsystemen die uh, zeg maar wereldwijd heersen. Uh, dus dat is eigenlijk de wet van buisbalot. Um, het is een heel complex eigenlijk uh, begrip. Dus met de wet van buisbalot raad ik eigenlijk wel aan om gewoon een filmpje te kijken. Gewoon op Google wet van buisbalot. Dan zie je via een animatie echt wat er gebeurt, want het is allemaal zo 3D. Het is dus moeilijk uit te leggen. En volgens mij Emine, je hebt er ook een powerpoint van hè? Ja. Ik denk dat je Renske en heel veel anderen in de chat heel blij maakt als we daar even doorheen gaan. Laten we maar zien. Uh, de wet van Bijsbeeld bestaat uit twee wetten, twee regels. Regel 1 is dat wind altijd van hoge druk naar lage druk wijdt. Altijd, maar niet uit waar je bent. En 2 is dat de wind een afbuiging heeft naar rechts op het noordelijke halfrond, dus boven de Evenaar, en naar links op het zuidelijke halfrond. Ze gaan niet aan je vragen op het examen: teken een aardbolletje en teken al die pijlen na. Dat gaan ze niet van je vragen. Maar wat ze wel kunnen vragen is. Waar is het goed getekend? Nou, dan geef ik deze tips met je mee. Want uh, je moet als eerst kijken dus naar de hoge en lage drukgebieden. Waar staan die en staan die juist? De wind waait dus altijd van hoog naar laag. En de evenaar is altijd een lage drukgebied. Dus dat wordt aangegeven met een minnetje of een elletje. Nou, dan kijk je naar al die bollen. Dat zie je inderdaad. Dus alles kan goed zijn. Neem dan stap 2. Check de pijlen of ze van hoog naar laag waaien. Nou, je ziet inderdaad dat hier bijvoorbeeld wijt een pijl van min naar, ho naar plus. Dat kan niet. Dat is fout. Hier gebeurt dat precies hetzelfde, van min naar plus. Dus dat is ook fout. Uh, hier, deze is het goede antwoord. Maar hier zie je ook dat die van min naar plus wijdt. Dus dan kan je eigenlijk die aardbolletjes, als er zo'n vraag terugkomt, kan je voor jezelf gaan filteren welke aardbollen zijn sowieso fout. En als je dan op een gegeven moment hou je dan één goed over, en dat is in dit geval tekening drie. En dan is dat het goede antwoord en kan je dat gewoon noteren. Dankjewel, helder. Um, Mop, Rachel en Britt vragen zich af over uitleg kunnen geven over de landbouwbelts in de Verenigde Staten, heerde. Zeker, we hebben als het goed is daar ook een uh, powerpoint over toegevoegd. We wisten gewoon al wat er ging komen, waar ze veel vragen over zouden hebben. Ja. Het is uh, van tevoren goed voorbereid. Laten we het over de landbouwbelts gaan hebben. We zijn helderziend. Let's switch. Ga je gang. Yes, de landbouwbelts is, uh, hangt eigenlijk een beetje aan het, uh, het hoofdstuk over, uh, over weer en klimaat. Uh, maar het is heel belangrijk dat je weet welke belts waar in de, in de Verenigde Staten liggen. Dus je hebt eigenlijk uh, het ezelsbruggetje wat ik gebruik. Is dat uh, voor de mensen die ook geschiedenis hebben: dat katoen vooral in het zuiden en het uh, zuidoosten van de VS plaatsvindt. Ook de gebieden waar vroeger veel slavernij was, uh, omdat daar veel katoenplantages liggen. Um, en dan heb je de melkveeteelt, die uh, vindt juist vooral plaats in het noordoosten van de Verenigde Staten. En dan heb je eigenlijk de Kornbelt. corn oftewel mais, maar ook tarwe. Dat is meer het centrum van de Verenigde Staten, of ook wel de Midwest genoemd voor de mensen die dat begrip kennen. Um, en je moet dat eigenlijk kunnen koppelen aan vegetatiezones, want mais groeit weer in een ander klimaat dan bijvoorbeeld katoen. Uh, dus zo kan je dat onthouden. Sowieso heeft de VS, eigenlijk alle klimaten van de wereld komen voor in de Verenigde Staten als je Alaska en Hawaii meerekent, want Hawaii heeft een tropisch regenwoud en Alaska heeft een poolklimaat. Dus de VS is zo groot qua hoogte en breedtegraden dat alle klimaten van de wereld daarvoor komen uh, en dat je dus ook heel veel landbouwproducten in de VS kan verbouwen. Um, de, dit plaatje komt uit een oud eindexamen. Het jaartal weet ik niet uit mijn hoofd. Uh, die zullen we nog in de chat zetten, dan kan je oefenen met de landbouwbelts van de VS. Dankjewel. We gaan gelijk door met een vraag van Meerte en Nick. Die willen weten: wat moeten we precies weten van de Chinese rivieren? Dat is ook een examenonderdeel, want we hebben er een PowerPoint van. Zeker. Chinese rivieren uh, gaat over de rivierlandschap in China. Eigenlijk zijn er twee uh, uh, hoofdrivieren. Uh, de blauwe en de gele rivier. De gele rivier in, in het Chinees, de Huanghe, uh, die stroomt door het Lusplateau. Het is een droge rivier ten zuiden van Peking. Weer een ezelsbruggetje, we gaan even door. Het is de gele rivier omdat er veel luszand in de rivier terechtkomt. En dat heeft dus ook een gelige kleur, waardoor de rivier eigenlijk zijn gele kleur krijgt. Het is ook een meer vervelde rivier dan de andere. De blauwe rivier, um, die stroomt vooral. Um, door een, een uh, hoge berg met veel gletsjerwater, met kristalhelder water, zoals ze dat noemen. Voor de mensen die wel eens in berggebieden zijn geweest. Dus die rivier heeft juist niet dat lussand, maar kristalhelder water van de gletsjer waar de rivier begint. En dan heb je nog de parelrivier, de Xijiang. Je moet dus voor het examen zowel de Nederlandse naam, blauw-geel-parel, als de Chinese naam, moet je allebei weten. Dus leer ze ook allebei, ze kunnen allebei gebruikt worden. En die komt eigenlijk uit in de belangrijke stad Hongkong. En dat zijn de drie belangse, belangrijkste rivieren die je van China moet kennen. Dankjewel. Um, we krijgen ook vragen binnen over heel veel termen. Misschien zijn het termen waar Hidde zo meteen een rap over gaat doen. Um, maar ik, hoor ding, of ik zie dingen als Winterdijk, Zomerdijk. Uh, uiterwaarde, nevengeul. Ja. 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 Wat moeten we daarvan kennen? Tenminste, wat moeten de kijkers daarvan kennen? Dat je uh, dat in het landschap herkent. En eventueel wat de kenmerken of elementen die daarbij horen... per dijk of oeverwal of, of komgronden, Dat je dat ook weet en terug kan plaatsen in de vraag. En ik heb daar een dia over. Nou, laten we weer gaan wisselen dan, zou yes. ik zeggen. Heel goed. Eentje ervoor. Oeh, bijna. Je geeft al veel prijs. Ja. <laughs> dit, zijn de, dit is het rivierenlandschap van Nederland. Die ziet er overal eigenlijk wel in Nederland wat bij een rivier hetzelfde uit. Uh, je hebt de, de oeverwallen, je hebt de komgronden, je hebt de zomerdijk en je hebt de winterdijk. En daartussen zit een uiterwaard. Uh, belangrijk daarbij is te weten dat een zomerdijk niet altijd overal voorkomt en dat wij mensen altijd achter een winterdijk wonen. Dus mocht er een, één dijk in het landschap staan, omdat je een kaartje krijgt en dat er bij de vraag wordt meegegeven, weet dan wij wonen achter de winterdijk. Nou, wat zit het met, hoe zit het met de oeverwallen en de komgonden? De oeverwallen uh, bestaan uit zand en de komgonden bestaan uit klei. En het ezelsbruggetje die ik geef aan mijn leerlingen is. Kom, kom, begint met de K en klei begint ook met de K. Nou, dan blijft zand over en dan is het dus oefenbal van zand. En als je dat nou ook weer niet weet, hoe zat het nou? Wat was het nou ook weer? Dan kan je weten bijvoorbeeld: zand is zwaar. En begint ook allebei met een Z. En zand zakt ook als eerst, want de oeverwallen staan wat hoger in het landschap, omdat de rivier is overstroomd. Dus als eerst zakt het zwaarste sediment, en dat is in dit geval zand. Dus het oeverwal bestaat uit zand, omdat het zwaarst is, en de komgronden bestaan uit klei, omdat het licht is. En dan kan je dit soort vragen krijgen over hè, wat elementen, en dan moet jij weten welke welke vraag nou juist is. Nou, komgrond. Zand valt sowieso dus weg. Oeverwal is klei, dat valt dus weg. Dus dan heb je twijfel tussen C en D. Nou, welk antwoord is het dan goed? Hier vragen ze: hier hebben ze het over direct langs de rivier, en hier niet direct langs de rivier. En een komgrond ligt dus verder van de rivier. En een oeverwal ligt naast of dicht bij de rivier. En in dit geval is dus antwoord D het goede antwoord. En dan had ik ook gelijk nevengeul, zei je. Ja. Nee, Grul? Nou, dat gaat over de ruimte voor de, uh, ruimte voor de rivier. Um, en dat zijn uh, verschillende projecten geweest in Nederland, waar we de rivier er meer de ruimte kregen, zodat ze bij hoogwater eventueel. Lekker door konden stroomen zonder dat ze schade voor mensen en milieu brachten. Nou, er zijn er verschillende projecten. Dit zijn omwegende plaatjes. Uitenwaardverlaging: de uiterwaard tussen die twee dijken uh, wordt verlaagd keer in de zoveel tijd, zodat het water, als het overstroomt, meer ruimte krijgt om uh, ja, te pakken zonder dat wij achter de dijk gevaar lopen. Uh, je hebt de dijkverlegging. Dus als de dijk dicht bij de rivier staat, dat je hem iets verder het landschap inlegt. Waardoor als deze rivier overstroomt, dat we niet gelijk met, uh, met onze voeten in het water staan. Nou, dit is de nevengeul, hoogwatergeul noemen ze hem ook wel. Deze komt het vaakst terug in het examen als een vraag. En vaak pakken ze de situatie bij Nijmegen. En ik, pak laat, ik laat hem altijd in de les ook zien. Open Google Maps, ga naar Nijmegen en kijk wat er aan de hand is. En dan zie je ook dat de waal stroomt door Nijmegen. En dan hebben ze een spiegelwaal, dat is een nieuwe tak, hebben ze aangelegd. En dat is puur en alleen als die waal zo hoog is, dat ze die spiegelwaal open kunnen gooien. En dat er een nieuwe tak is en meer water door zo'n rivier kan stromen, zonder dat Nijmegen onder water komt te staan. Uh, rivierverdieping, zomerbedverlaging kan ook. Dat ze gewoon de rivier uitbaggeren en waardoor het wat dieper wordt... ...waardoor zo'n wa rivier meer water aan kan. Kripverlaging, dat zijn die kribben, dat zijn die muren. Deze heb je ook bij Nijmegen in het water. Um, dat hebben ze neergezet zodat de sediment in het water... ...achter zo'n krip uh, komt te liggen en niet onder de, onderaan de rivier... ...waardoor de rivier gewoon diep genoeg blijft... En als je deze kribben iets wat korter maakt, um, kan de water nog sneller doorstromen, meer water sneller doorstromen. En dijkverhoging, dus je hebt niks anders, je hebt alles gedaan en je kan niks anders, dan ga je de dijk die er al staat wat verhogen. En wat je ook hebt, is obstakelverwijdering. Um, het kan zijn dat je bepaalde elementen van een brug weghaalt. Het kan zijn dat er vaak komt deze voor dat er een bepaalde fabriek in een uh, uitvaart ligt. En dat ze een bepaald fabriek weghalen en waarom ze dat doen. Nou, Als, ze dat, als je obstakels verwijdert, dan kan je natuurlijk, heb je natuurlijk meer ruimte voor de rivier. En heb je ook minder schade achteraf. Dankjewel. Ja. We kunnen gelijk door met een vraag van Emile en Xavier, uh, die willen vragen: uh, hoe pak je een demografisch transitiemodel aan? Het demografisch transitiemodel. Deze komt vooral terug in het hoofdstuk van Duitsland, bij Bevolking en Ruimte. Het uh, demografisch transitiemodel laat bepaalde, vooral de natuurlijke bevolkingsgroei zien. Dus als we het over sociale bevolkingsgroei hebben, moet je helemaal niet aan het demografische transitiemodel denken. Het demografisch transitiemodel laat zien dat er een geboortecijfer, een, een, een geboorteoverschot is en uiteindelijk ook een sterfteoverschot is. En dat is in fases. Nou, in fase 1 dat is dus de fase van de industriële revolutie vooral geweest, is het geboortecijfer heel hoog en het sterftecijfer heel hoog, dus er gaan ook net zoveel mensen dood als dat er mensen bijkomen. In fase 2 is het geboortecijfer nog steeds heel hoog, maar gaat het sterftecijfer al dalen. Dat komt vooral omdat we de medicatie uitvinden, een betere gezondheidszorg, we gaan wat hygiënischer leven, dus een wc, een badkamer in huis. Op een gegeven moment gaat de geboortecijfer ook dalen en dat is vooral rond 1965 gebeurd omdat bijvoorbeeld de vrouwen gaan de pil gebruiken, gaan emanciperen aan de maatschappij. Uh, het krijgen van een kind kost tijd. Niemand heeft er zin in. Dus waardoor dat ook omlaag gaat. En op een gegeven moment heb je fase 4. Dan is het dus nog minder geboortecijfer. Dus nog minder kinderen. Uh, en op een gegeven moment, in Nederland zitten we in fase 4 trouwens. En Duitsland zit in fase 5. En dat is een sterfteoverschot. En dat is dus dat er veel meer mensen sterven dan dat er mensen worden geboren. En, um, en daar zit Duitsland in. Dus het kan zijn, ze gaan niet vragen, teken dit na, absoluut niet. Maar wat ze wel eventueel kunnen vragen, is dat ze dit aan je meegeven... en vragen, in welke fase zit Nederland, in welke fase zit Duitsland... en verklaar eventueel waarom. En hier, puur en alleen laat ik zien... zodat ze die PowerPoint zo meteen terug kunnen zien... staan ook wat redenen, hoe en wat en waarom. Uh, en dit kan je dan ook goed gebruiken... van waarom daalt de geboortecijfer in fase 3. Dat kan zomaar een vraag zijn. Dankjewel. Heb je ook een vraag? Stel hem zo specifiek mogelijk. Dus drop niet alleen zeg maar, het thema waar je het over wil hebben, maar ook gewoon een, een, ja, een uitgeschreven, goed geformuleerde zin. Dan kunnen we gerichter antwoord geven. Uh, Hidde, wat zie jij allemaal voorbij komen? Er komt een hoop voorbij. Ik uh, probeer uh, en te luisteren naar mijn collega, hm. maar ook zoveel mogelijk in de chat te reageren. Er wordt veel gevraagd over uh, het verschil tussen Oost- en West-Duitsland. Heel kort, uh, als gevolg van de Tweede Wereldoorlog is West-Duitsland een stuk meer ontwikkeld. Uh, meer banen, uh, meer jongeren die daar komen studeren. En in Oost-Duitsland is juist een soort krimp, leeglopen, weinig banen, weinig jongeren. Als gevolg dus van de Tweede Wereldoorlog. Als je geschiedenis hebt, helpt dat je bij dit onderwerp. Uh, als je geen geschiedenis hebt, treur niet. Uh, aardrijkskunde geeft je ge genoeg handvatten. Uh, brain drain heb ik net uh, beantwoord. Dus we zitten eigenlijk nu een beetje in de bevolking en ruimtehoek, merk ik, qua vragen. Ja, en ook wat ik zag, iets over regen. Kunnen jullie uitleggen hoe, uh, ja, wat de verschillende soorten regen zijn en hoe die ontstaan? Is dat misschien de moeite waard om met een PowerPoint uit te leggen? Dat kunnen we zeker uitleggen. Ja, dan gaan we ja. weer ruilen. Top. Yes, je hebt uh, verschillende vormen van, uh, van neerslag. De eerste, aan deze kant, zie je stuwingsneerslag. En stuwingsneerslag is eigenlijk wanneer een wolk. Uh, tegen een berg aankomt. En ik leg het eerst even heel simpel uit, dat je het goed begrijpt. Uh, doordat die wolk tegen die berg aankomt, wil die omhoog. En omdat de wolk omhoog gaat, gaat die uitre uh, uitregenen. Dus aan de ene kant van de berg heb je veel neerslag. Dat noem je de loefzijde. Aan de andere kant heb je weinig tot geen neerslag, de lijzijde. Klein ezelsbruggetje, jullie kennen me inmiddels. Loefzijde rijmt op droefzijde. En als je droevig bent, moet je huilen. En dat is regen. Maar je kan ook loef omdraaien qua letters. En dan krijg je voel. Uh, ik loef je, ik voel je. Oftewel, de regen kan je voelen. Dus dat is stuwingsregen. Dan hebben we nog um, frontale neerslag. Frontale neerslag ontstaat als warme en koude lucht met elkaar botsen. En het, 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 je hoort het al: frontale confrontatie. Door die confrontatie van warme en koude lucht kan er neerslag ontstaan. Dit is ook de vorm van neerslag die vooral in Nederland voorkomt. Denk even goed na. Wij hebben. Weinig tot geen bergen, we hebben één heuveltje in uh, Limburg, die gaat niet heel veel stuwingsneerslag uh, veroorzaken. Um, en we hebben ook niet de laatste vorm en dat is stijgingsneerslag. Dat is in hele warme gebieden zoals het tropisch regenwoud, waar er heel veel water verdampt en meteen weer uitregent. En dat noem je dus stijgingsneerslag. Nog een tip, haal stijgings- en stuwingsneerslag niet door elkaar. De termen lijken een beetje elkaar. Stuwingsneerslag... Denk aan stuwen, duwen bij de berg. De berg duwt de wolk omhoog. En stijgingsneerslag is echt het verdampen van water en het uitregenen. Dus in Nederland vooral frontale neerslag. Want wij liggen niet op de Evenaar, voor zover ik weet. En we hebben ook weinig bergen. Dus dat zijn de drie vormen van neerslag. Dankjewel. Carlos en Lianne willen weten waarom ontstaan orkanen en tornado's in een bepaald seizoen. Uh, hebben we daar ook een PowerPoint over? Volgens mij wel, hè? Of niet, Emine? Ja, ja? dan kunnen we dat gelijk maar doen. Laten we weer uh, wisselen. Top. Nou, belangrijk is uh, dat je... Oh, hij valt net weg, maar maakt niet uit. Uh, de verschillen tussen orkanen en tornado's weet. Uh, vooral belangrijk zijn de twee eerste. Dus waar ze ontstaan en waardoor ze ontstaan. Uh, een orkaan ontstaat op zee. En omdat het, het water uh, warm genoeg is, 26,5 graden... Uh, verdampt het water en ontstaat een orkaan. Een tornado ontstaat op land. En dat komt omdat er verschillende luchtsoorten: vochtige lucht, droge lucht, koude lucht, warme lucht, uit verschillende hoeken van de Verenigde Staten Verenigde Staten inkomen en daardoor botsen en daardoor eigenlijk een soort van frontale neerslag en uh, een tornado ontstaan. Um, wanneer ze echt ontstaan, logisch. Hier heeft de zee een lange periode gehad van warm worden, want de zee duurt veel langer om warm te worden, waardoor het wa kan water op kan warmen en kan verdampen. En hier is omdat er veel verschillende luchtsoorten, dus koud vanuit het noorden, warm vanuit het zuiden, uh, het land binnen kunnen komen. En dit zijn ook natuurlijk verschillende uh, seizoenen. Hè. We hebben een lente seizoen, een zomerseizoen en een herfstseizoen. Je hoeft verder. Hoef je niet echt te weten hoe groot het is of hoe lang het duurt. Misschien is het wel we uh, handig om te weten de verschillende benamingen. Want het kan zo zijn dat ze op je examen tijdens de vraag het hebben over een tyfoon of over een hurricane. En dan wil ik niet dat je daar staat te kijken: van... oh ja, dat had ik niet geleerd. Dus weet ook de verschillende benamingen daarvan. En ook belangrijk is de, de voorspelbaarheid. Uh, want hoeveel schade brengt het met zich mee? En kan je, hazard management, heb ik hierna, uh, kan je op tijd nog weg? En een orkaan is goed te voorspellen, want die is op zee en die komt naar je toe. En dan weet je nog: oh ja, ik heb nog een paar uur de tijd, want hij is dichtbij. Ik heb nog tijd om te vluchten. En een tornado kan je niet voorspellen, want hij ontstaat zomaar, is eventjes heel snel en hij is ook weer weg. Um, daarop gebaseerd heb je natuurlijk het hazard management. Rampenbestrijding betekent hetzelfde. Is gewoon het, uh, het drie regels, of ja, ja, drie regels die ze maken. Om uh, tijdens een ramp mensen te evacueren bijvoorbeeld. Dus op tijd mensen waarschuwen en een systeem daarop bouwen. In Nederland hebben we bijvoorbeeld Amber alert. Uh, dus als je een orkaan ziet aankomen en je kan de route voorspellen, dat je uh, de mensen van die route kan een berichtje kan sturen. van hé hey, hij komt eraan, pas op, ga weg. Doe wat. Um, st Stevige huizen die niet snel instorten of overstromen, of whatever. Hè, we weten, de films van, uh, van Amerikaanse films weten we wel, meestal zijn het bijna van karton, zeg maar. Goede daken, huizen van steen en dat is niet zo'n huis zomaar met een eerste windje wegwaait en het maken van een goede rampenplan. Wie doet nou wat als het zover is? Uh, hoeveel mensen moeten er weg? Hoeveel mensen wonen in zo'n gebied? Uh, zijn er genoeg voedselpakketten? Zijn er genoeg rubberen broodjes als het overstroomt? Um, en weten de bewoners ook waar ze naartoe moeten als ze ergens naartoe willen? Dus sporthallen bijvoorbeeld of scholen waar ze kunnen opgevangen kunnen worden. En dan heb je ook het woord risicoperceptie. Die staat hier niet in. En dat is dus bijvoorbeeld vooral de mensen van de, uh, Tornado Alley... Uh, dat zijn mensen die, uh, ondanks dat ze weten dat ze een tornado gaan meemaken in hun leven, dat ze gewoon blijven waar ze zijn en dat ze dat gewoon voor lief hebben. Omdat ze denken: het komt wel goed, ik overleef dit wel. Ja, dankjewel. En hey, jij gaat zo meteen dus een ref doen. Ik hoor allemaal woorden: hazard management, risicoperceptie. Um, daar rijmt toch niks op als je daar zo meteen over zou moeten gaan reppen. Ik, uh, ik zie wat ze doen in de chat. Inderdaad, hazard management, daar rijmt bijna niks op. In dat geval, mocht die op het lijstje komen, <laughs> zou ik hem halverwege een zin moeten gebruiken. Risicoperceptie kunnen we nog wel wat mee. Maar inderdaad, uh, laat je woorden weten in de chat en maak het mij of zo moeilijk of zo makkelijk mogelijk. Maar vooral de begrippen waar jij behoefte aan hebt. Want ja, daar precies. gaat het uiteindelijk om. Daar heb je wat aan. Ik zag ook veel vragen over bevolkingsdiagram. Um, is dat de moeite waard om daar nog even mee aan de slag te gaan? Zeker, ja. Om uh, bevolkingsdiagrammen te kunnen aflezen is uh, zeker belangrijk voor het examen. Dus laten we dat doen. Laten we gaan rijden weer dan. Yes, bevolkingsdiagrammen. Ook wel bekend als bevolkingspiramides. Maar ze hebben niet altijd een piramidevorm. Uh, zoals de piramides in Egypte. Uh, wanneer ze wel een piramidevorm hebben. Is vooral in arme landen. Waarom? Dan is de onderkant van de piramide heel erg breed. Zoals hier. Uh, want er worden veel kinderen geboren, er zijn weinig voorbehoedsmiddelen. En grote gezinnen zijn nog steeds cultureel gezien populair. Dus een brede onderkant van de diagram. En dan bovenin wordt het steeds smaller, zoals een piramide. Uh, omdat er weinig goede gezondheidsvoorzieningen uh, zijn. Dus mensen gaan sneller dood dan in een rijk land, zoals bijvoorbeeld Nederland. Dus dan is het echt een piramide. In Nederland noemen ze het meer een urn of een ei-vorm. Uh, sorry, geen ei, maar een ui. Dus dat loopt, zeg maar, smalle bovenkant brede middenkant en dan weer een smalle onderkant. Dat is bijvoorbeeld Nederland en veel welvarende landen. Die hebben niet heel veel ouderen, niet heel veel jongeren, maar juist een grote groep mensen op de leeftijden van laten we zeggen 25 tot en met 50 jaar. Wat moet je kunnen aflezen bij een bevolkingsdiagram? Aan de ene kant staan meestal mannen, aan de andere kant vrouwen, en de leeftijden staan van boven naar beneden zeg maar op de i-as. Uh, bijvoorbeeld in China heb je een tijdje een één-kindpolitiek gehad. Door die één-kindpolitiek zijn er en minder kinderen geboren, maar ook geregistreerd minder meisjes dan jongens omdat in China in die tijd mensen liever een jongetje wilden als kind dan een meisje. Dat had weer een, een culturele reden dat ze dachten dat mannen meer baankansen hadden. Uh, waardoor je in China best wel scheve bevolkingsdiagrammen kan zien als het gaat om mannen en vrouwen. Uh, en dat, is eigenlijk, dat zijn bijzondere vormen van bevolkingsdiagrammen. Je moet ze kunnen aflezen. Dit is een gevalletje wat uh, mijn collega aan het begin zei. Gewoon heel goed de bron lezen. Meestal zit er wel een bevolkingsdiagram in het eindexamen. Dus lees hem goed af, uh, zodat je de vraag goed kan beantwoorden. Dank je. Je mag hem gelijk doorpakken met een vraag van uh, Devon, Marit en Tijmen. Of je regime en debiet kan uitleggen? Yes, regime en debiet, de, de beruchte vraag, uh, zeg ik ook wel eens. Uh, het, uh, het lijkt heel erg op elkaar. Hoe ik het het beste kan uitleggen, is dat debiet is de hoeveelheid water die op een bepaald punt in de rivier voorbij stroomt. Dus jij zou ergens op de Rijn, die door Nederland stroomt, of helemaal aan het begin, waar die vanuit Duitsland Nederland binnenkomt, of helemaal aan het einde, dat die bijna in zee komt, zou jij kunnen meten met apparatuur hoeveel water eigenlijk per seconde voorbij stroomt. Dat is het debiet. Uh, het regime zijn de verschillen gedurende het jaar in de hoeveelheid water die voorbij stroomt. En wat je daarbij moet snappen is dat in de winter valt er meer neerslag, in de zomer valt er minder neerslag, maar ook in de zomer verdampt er meer water. Zoals je nu kijkt, maar naar buiten, vandaag was het iets minder, maar de zon schijnt, dus er verdampt meer water. Dus het regime zal in dat geval aanwijzen dat er in de winter meer water door de Rijn heen stroomt dan gedurende de zomer. Dus de is een bepaalde plek op de rivier en zoveel water stroomt er voorbij uh, in kubieke meters. En het regime is de wisselingen, de schommelingen gedurende het jaar. En dan kan in een eindexamen naar seizoenen gevraagd worden winter, zomer, lente, herfst, of een maand, januari, juni, mei, december. Maar ik denk dat je er helemaal uit gaat komen. Dank je wel. Een uh, paar verdiepingen beneden hebben wij een grote studio. En dan hebben we een weerman of weervrouw, die staat ook bij zo'n groot scherm. Die legt dan het weer uit en die heeft het vaak ook over hoge drukgebieden en lage drukgebieden. Ja. Iets wat je volgens mij ook voor het examen moet kennen. Hè? Want we krijgen er vragen over van Isabel, Justri en Remco. Ja. Kan je die ook uitleggen? Zeker. Uh, sowieso is het op dit moment natuurlijk hoge druk. Want je moet uh, morgen je examen gaan maken. Maar we hebben hier een weerkaart waar je eigenlijk op een eindexamen moet kunnen aflezen. Um, van uh, welke richting naar welke richting wind eigenlijk uh, toewaait. En het wordt vernoemd naar de plek waar de wind begint. Dus bij een hoge drukgebied. Uh, komt de wind van hoog naar beneden toe, en bij een lage drukgebied gaat uh, de lucht eigenlijk juist van laag naar boven toe. Uh, en je kan op zo'n weerkaart kan je aan de streepjes zien, dat noem je de isobaren, kan je de luchtdruk zien. In dit geval zie je 1015, 1020, 1025. Dat betekent dus dat uh, op dit lijntje uh, de luchtdruk hetzelfde is. Dus op dit lijntje zal de luchtdruk hetzelfde zijn, en het zijn in dit geval dus stapjes van 5. Uh, hoe verder je van 1010, 1015, 1020, 1025, hoe verder je weggaat, hoe, hoe hoger in dit geval de luchtdruk wordt. Want 1025 is hoger dan 1020. Um, in een lage drukgebied waait het hard, want lucht waait van een hoge naar een lage drukgebied. Dus in hoge drukgebieden weinig wind, lage drukgebieden veel wind en vaak ook daarbij veel regen die bij dat lage drukgebied komt kijken. In de winter ligt Nederland dus voornamelijk. Onder invloed van een lage drukgebied, want het regent best wel vaak of sneeuwt best wel vaak in de winter. Dat je best wel goed zo'n kaartje op de achtergrond, lijkt net een professionele weerman, toch? Ja. Als de weerman een keertje niet kunnen, dan uh, ben ik al. Mogen ze geparkt. jou wel inderdaad, ja. Emine, wat zie je allemaal voorbij komen? Ik zie vooral heel veel soorten water. De verschillende soorten water. Wil je dat even uitleggen? Waar kan ik dat herkennen? Ja, en, en ik in zag ook mensen vroegen zich af, Fabiana en Eve, wat het verschil is tussen het water in het Midden-Oosten en China, zag ik. Of over de, wilde de mensen dan misschien. Ja, Zouden kan. ze dat bedoelen? Dat kan. Is, is dat iets waar we een waar, waar PowerPoint over hebben? Nee, maar ik, voor zin, ja, ik kan het wel verzinnen. Ja, doe maar. Ik kan het uitleggen. Ja. Uh, Stuur dan, Ik denk dat we het al hebben over. Of, laten we als eerst over soorten water hebben. Dan heb ik meer mensen te pakken. Um, als het goed is, heb je heel veel soorten wateren uh, gehoord tijdens de lessen of lezen in je boek. En ik, uh, ik heb er in mijn eigen methode, ik heb de geo dan. 10 uh, of zo kunnen uh, vinden. Grondwater is het water wat je uh, niet ziet. Dus het zit in de grond. En wij winnen in Nederland, uit het, in het, vooral in het oosten van Nederland, dat voor drinkwater. Dus we pompen het op, we filteren het en we kunnen dat gebruiken als drinkwater. Oppervlaktewater is het water wat je wel ziet. Dus zee, rivier, meer, alles. En ook dat gebruiken we voor drinkwater. Duinwater is het water dat we vanuit de duinen halen. En eigenlijk in eerste instantie de duinen inpompen. En zorgen dat de duinen het filteren en dan weer eruit halen. En dat gebruiken we dus vooral voor drinkwaterwinning in het westen van Nederland. Zoutwater is het water van in de zee. Het is zout en dat kan je niet zomaar drinken. In het Midden-Oosten ontzilten ze het. Dus halen ze het zout eruit en kan, maak je dus drinkwater ervan. Uh, Zoetwater is drinkbaar water. Dus dat water gebruiken wij om te drinken. Maar dat water wordt ook bijvoorbeeld gebruikt op de landbouw voor het bevloeien van akkers. Brakwater is het water wat zoet en zout is gemengd. En het heeft verschillende dichtheden. Het is scheikundig, dat hoef je verder allemaal niet te weten. Maar brakwater is zoet en zout gemengd. Dan heb je ook zwartwater. En grijswater, zwartwater is het water van de wc dat je hebt doorgespoeld of van, je, van de douche, dus het is zo vies dat je dat niet zomaar opnieuw kan gebruiken. Het moet goed gefilterd zijn. Wil je het hergebruiken? Grijswater is het water bijvoorbeeld van de grootsteen, dus het is vies, maar met een lichte zuivering zou je dat opnieuw kunnen gebruiken om je wc bijvoorbeeld door te spoelen. Koelwater is industrieel watergebruik. Uh, ze verbruiken het water niet, ze gebruiken het alleen om machines te, gebruiken, uh, te koelen. Dus meestal staan ook fabrieken daardoor dicht bij de, uh, een rivier of bij de zee. En proceswater is ook een industrieel watergebruik. En dat is vooral om gewassen, bijvoorbeeld dat aardappelen of appels of whatever van de, van de landbouwgronden net nieuw uh, en vies in zo'n fabriek binnenkomen. Met proceswater kunnen ze dus de, de aardappels even schoonmaken. En dan hebben we het over stuwdammen en stuwmeren gehad. Um, daar kunnen verschillende vragen over terugkomen. En vooral, het maakt niet uit waar. Het maakt niet uit of ze het over de Drieklovendam hebben in China. Het maakt niet uit of ze het uh, Zuid Zuidoost-Anatolie-project in Turkije pakken. of de Aswan-dam pakken in Egypte. Het maakt eigenlijk niet uit. Ze vragen vaak uh, naar een bepaald gevolg. Van wat is het gevolg of wat is een nadeel? En vanuit verschillende invalshoeken. Dus dan willen ze weten vanuit een milieuperspectief wat is een nadeel van zo'n stuwdam? En dan maakt het niet uit waar die stuwdam staat. Dat interesseert eigenlijk niet, want elk gevolg, elk dam heeft dezelfde gevolgen. Dus bijvoorbeeld dat planten en dieren niet zomaar verder kunnen uh, ja, vissen of groeien, uh, dat de biodiversiteit daardoor afneemt. Uh, als we het hebben over sociaal, hebben ze het dus vooral over de mensen. Dus dat bijvoorbeeld mensen weg moesten daar omdat er een dam aankomt en een stuwmeer wordt aangelegd. Als we het hebben over economisch, dat ze dus vooral geld willen winnen uh, en winst kunnen maken. Uh, omdat het bijvoorbeeld minder schade brengt, omdat er minder overstromingen zijn. Maar ook bijvoorbeeld omdat je van zo'n stuwdam uh, hydroelektriciteit kan winnen. Waardoor je dus duurzaam bezig bent. Politiek komt vooral voor in, uh, als we het hebben over de Drieklovendam, omdat hey, China. Heeft een eenpartijstelsel, partijstelsel. Dus de regering bepaalt gewoon wat er gaat gebeuren. En uh, die zegt: wij bouwen we hier een dam. En dan gebeurt het ook. En dan heb jij als inwoner niet zo heel veel te zeggen. Ik heb een voorbeeldvraag gepakt. Hij is een beetje wazig. Uh, dat ze verschillende gevolgen hebben gepakt vanuit verschillende invalshoeken. Ze geven ook welk invalshoek uh, hoort bij welke, welke zin. En dan moet je dat bij elkaar gaan koppelen. Nou, één. Ze hebben geen inspraak bij de bouw van de dam. Het gaat over inspraak, het gaat over je mening kunnen zeggen, je ding kunnen doen. Dat is dus vooral politiek, want in China kan dat dus zo, niet zomaar. Vissoorten kunnen niet de, de rivier opzwemmen. Vis, milieu. Dus dat is het milieuperspectief, invalshoek. Eeuwenoude tempels en uh, gebouwen zijn verdwenen omdat ze onder zo'n stiel meer komen te liggen. Dat is het culturele, omdat je iets kwijtraakt, cultureel gebouw kwijtraakt. In tijden van droogte is de kans aanwezig dat er minder elektriciteit wordt opgewekt. Hydroelektriciteit is cash, is money maken. Dat is dus economisch. En dan heb je vijf: veel oudere bewoners missen hun een oude dorpsgemeenschap. Uh, dus, dus ze missen elkaar, ze missen de bewoners. En dat is dus vooral op sociaal gebied. En dus eigenlijk: het maakt niet echt uit waar zo'n dam staat, in welk land die staat. De gevolgen of de nadelen zijn voor elk dam hetzelfde. Maar bij de ene komt een, een bepaald invalshoek meer dan bij de ander. Dank je wel. Bij je money maken had je ze weer even bij de les hoor, denk hey. ik. We gaan het weer even hebben over uh, water. Of jullie de lange en korte waterkringloop oh. kunnen uitleggen. Ja, hoor. Ik heb daar geen PowerPoint-dingetjes van. Maar de korte waterkringloop, dat is dus uh, gewoon op zee. Dus hij uh, water verdampt, het condenseert, er ontstaat een wolk en het regent weer uit gewoon op zee. En dat cyclus gaat maar door. En de lange waterkringloop is dat water verdampt. Het condenseert, dus er ontstaat een wolk, dat gaat het land op en het regent uit of het sneeuwt uit ergens op een berg. En dan kan het dus afstromen via een rivier bijvoorbeeld of via planten, maar het kan ook infiltreren in de bodem. Dus dan gaat het de bodem in en dan is het dus niet meer zichtbaar. En dan uiteindelijk komt het of door de rivier of door via grondwater het water weer terug de zee in. En dan is het dus eigenlijk een cyclus wat alleen maar doorgaat. Oké, okay, dankjewel. Ik zag net een vraag voorbij komen hier, hier de uh, moet je iets tekenen op het examen. Ik heb nog nooit een examen gezien waar je iets moet tekenen. Uh, wat ik eerder zei, je kan bijvoorbeeld dat hele schematische rivierenlandschap, kan je even zelf op je kladplaatje tekenen om het duidelijker te maken. Soms is het ook gewoon een bron, dat schematische, uh, de schematische weergave van uh, de rivier, dat is eigenlijk een zijaanzicht, alsof je in de rivier kijkt. Soms heb je een bovenaanzicht, soms een zijaanzicht. Maar echt zelf iets tekenen is, uh, is uh, niet voorgekomen. Dus dat hoeft niet. Oké, okay. en deze zie ik vaak terugkomen. Kan je het lezen? Van Daniëlle. Ja, ja ik, uh, ik zie veel vragen over verschillende vormen van irrigatie. Het uh, begrip drainage hoort daarbij. En eigenlijk is, uh, is uh, in het Midden-Oosten heel veel irrigatie nodig. Irrigatie betekent eigenlijk het kunstmatig beregenen van het land als er dus geen regen uit de lucht valt. Je kan heel veel water uh, op het land leggen. Uh, dat is eigenlijk beregening, noem je dat. Dan ligt het hele land onder water. Maar heb je dus ook veel verdamping en daardoor veel verzilting. Verzilting is het zouter worden van de grond. En dat is niet goed voor de vruchtbaarheid. Um, je hebt ook druppelirrigatie. Kleine druppeltjes water. Precies genoeg voor het plantje of het landbouwproduct dat je wil verbouwen. En dan is er weinig verdamping, weinig verzilting. Goed voor de grond. Drainage is eigenlijk de manier waarop je het water kan laten wegstromen. Zodat er geen overtollig water op het landschap blijft liggen. In Nederland is dit soms ook nodig. We liggen grotendeels onder de zeespiegel. We hebben heel veel rivieren, de Rijn, de Maas. Maar ook liggen we dicht bij de zee en hebben we een grote kust. Dus wij moeten ook af en toe op bepaalde gebieden waar op dat moment te veel water is via drainage. Zoveel mogelijk water laten wegstromen. Zodat onze uh, mooie steden, dorpen niet te overstromen. Ja. Ik was half ook uh, aan het luisteren, en half ook hier naar het kijken. Ik zag ook een vraag voorbij komen: hoe weet je of een boer aan irrigatie of drainage doet. Was dat al een beetje in jouw uitleg net? Of? Ja, dat zal op het examen, als dat gevraagd wordt, zal, zal, zal dat blijken uit waarschijnlijk de bron. Maar in het Midden-Oosten is, dus, uh, is dus veel meer irrigatie nodig. Want in Nederland hebben we heel veel producten die uh, al genoeg regenwater krijgen. Maar wij helpen soms ook ons product een handje. Denk aan het verbouwen van tomaten. Dat gebeurt vaak in kassen, omdat we wel weer te weinig zonlicht hebben. Dus in die kan je met TL-lichten, uh, UV-lampen, kan je de tomaten als geno uh, alsnog genoeg licht geven. Uh, en vooral de Nederlandse boeren uh, maken zich vooral zorgen... omdat het land niet overstroomt, want dan zou hun oogst verpest worden. Dus Nederlandse boeren zijn vaak voorstanders van bijvoorbeeld dijkverhoging... om hun land te beschermen. Ja, volgens mij eentje die je al vaker, die het tenminste aan het begin al had uitgelegd... maar hij komt nog een keer uh, naar voren door Abdel onder andere of je erosie nog eens kan behandelen. Nog een keer erosie? Nog okay. een keer. Uh, ja, erosie is eigenlijk het, het, het slijten van, van, uh, van stenen, in dit geval in het rivierenlandschap. Want dat is waar het in het VMBO-examen over gaat. En uh, soms is in kindertaal even uitleggen handig om het daarna echt te begrijpen. Schrijf het niet op je examen op. Maar het is eigenlijk de reis die een steen uh, door het rivierenlandschap aflegt. Uh, dus ooit is een steen van een berg afgevallen. Verwering noem je dat. Uh, en vervolgens gaat hij door dat rivierenlandschap heen. Hele grote stenen worden in uh, de bovenloop van de rivier, bijvoorbeeld in de Alpen in Europa, nog wel mee vervoerd. Maar die steen wordt zelf steeds uh, gesleten omdat hij over die rivierbodem gaat. Maar de rivierbodem zelf wordt daardoor ook zeg maar, aangetast. En dat hele proces van slijtage, dat noem je eigenlijk erosie. Uh, in Nederland hebben we ook erosie, maar we hebben vooral sedimentatie. Omdat we in de benedenloop van de rivier liggen, stroomt het water heel langzaam. En worden zelfs de kleine. Steendeeltjes, zanddeeltjes, kleideeltjes in Nederland afgezet. Dus na erosie komt altijd sedimentatie. En het systeem van kuppen zag ik ook vaak nog vallen in de chat. Is dat iets wat ze moeten kennen? Nee, nee het he? kuppensysteem? Nee, niks. Nee, het nee. systeem van kuppen hoeven ze niet te kennen. Je moet dus wel de, de verschillende klimaatgebieden kennen. Uh, van de warme klimaten, bijvoorbeeld tropisch regenwoud, heel veel neerslag, heel veel bomen. Ja. Savanne, iets minder neerslag, nog wel bomen, steppenklimaat. Bereid je voor, slechte ezelsbrug van de wereld. Maar je kan steppen in het steppenklimaat, want je kan niet tegen een boom aan steppen. Want die zijn er niet meer. Um, doe ermee wat je wil. En vervolgens het woestijnklimaat bijna helemaal geen neerslag. Dus wel de klimaatgebieden, maar de uh, letters van kuppen moesten ze op de HAVO en de VWO wel. Maar op het VWO hoeft dat gelukkig niet. Oké, okay. dan uh, zie ik ook binnenkomen. Uh, hoe zit het met het verplaatsen van water in het Midden-Oosten? Hebben we daar een powerpoint van? krijg ik door. Iets over ontzilting, dat heb ik wel. Oké, okay, ik denk dat ze dat dan bedoelen. Ik lees ook maar voor wat er staat hè, maar ik denk dat dit het dan moet zijn, ja. Uh, het verplaatsen van water. Ik denk dat ze het dan hebben over dat bepaalde landen heel weinig water hebben en bepaalde landen dus heel veel water hebben en dat ze dus daar hoe komen ze dan aan precies zoveel water wa wat ze per land nodig hebben. Uh, je hebt waterontziltingsfabrieken bijvoorbeeld. Dat heb je vooral bij de rijkere landen in het Midden-Oosten omdat dit gewoon geld kennis en technologie vergt. Uh, bijvoorbeeld Israël, die kan dat veroorloven, die kan dat betalen, die heeft de kennis, die heeft het geld en die heeft dan ook waterzuiveringsinstallaties, waterontziltingsinstallaties staan. Maar zo ook bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai bijvoorbeeld bij hoort, die hebben dit ook. En, um, en dan krijg je bijvoorbeeld een vraag zoals: dit dat is gewoon een oud examenvraag. Uh, ze hebben het hier over de verschillende aquiferen, Ze hebben het over meer en ze hebben het over een ontziltingsinstallatie. Uh, ze hebben de jaartallen erbij gepakt. En dan is de vraag: Was 2010 een natter uh, jaar of een droger jaar dan 2014? En hoe kan je dat nou zien? Is dat je kijkt naar die verschillen. En waar halen ze dan het water uit? En ze hebben bij, in 2010 hebben ze veel meer water uit een ontziltingsfabriek gehaald dan uit een aquifer. Dus. 2010 was inderdaad een droger jaar of een, ja, een droger jaar, omdat ze veel meer moesten ontzilten um, dan in 2014. Want als je minder hoeft te ontzilten, betekent dus dat er veel meer neerslag is gevallen. Door ontziltingsinstallaties is Israël afhankelijker of minder afhankelijk van zijn buurlanden. Nou, Israël heeft zo'n installatie, dus die hoeft niet te wachten of soort van te bedelen bij zijn buurlanden van geef me alsjeblieft meer water. Dus hij is onafhankelijk of minder afhankelijker van zijn buurlanden. Mocht hier bijvoorbeeld uh, de Westelijke jordaan overstaan, staan, die heeft geen installatie. Dus dat betekent dat zo'n land wel afhankelijker is, en dus wel meer van zijn buurlanden nodig heeft. Water uit aquifers, is dat duurzaam of niet duurzaam watergebruik? Dit kan ook een vraag op zich zijn, namelijk. En het is niet duurzaam. Omdat water van aquifers uh, zijn erbij gekomen uit de gedurende jaren. Vooral in de periode dat het Midden-Oosten nog een vochtig en nat uh, gebied was. Dus dat water is heel oud, fossiel water. En dat pompen we nu zo snel eruit dat er amper nog water bij komt. En omdat het sneller opmaken dan dat het wordt bijgevuld, is het niet duurzaam watergebruik. Dankjewel. Ondertussen worden heel vaak dezelfde vragen gesteld en daarvan wil ik echt zeggen, oké okay, erosie, daar maken we een uitzondering voor, maar voor de rest, check het zo meteen nog eventjes terug. Dit eindexamen spreekuur kan je gewoon per tijdscode kijken welk thema we hebben behandeld en de powerpoints, die hebben we zo meteen ook voor je beschikbaar. Um, ik zag nog wel iets over uh, het broeikaseffect en het versterkte broeikaseffect. Ja. Is dat nog de moeite waard om uit te leggen? Zeker weten. Uh, er was recentelijk een eindexamen waarop. Uh, je moet gewoon heel goed weten. Als er naar het broeikaseffect wordt gevraagd. In principe bestaat het broeikaseffect altijd al. Dat is gewoon het effect dat er stoffen in de atmosfeer zijn. die ervoor zorgen dat zon wel op de heenreis naar aarde. door die atmosfeer heen kan, maar vervolgens niet terug. Omdat de zon komt op de aarde terecht, spat uiteen. En die kleinere zonnestraaltjes kunnen niet meer allemaal terug de ruimte in. Dus een broeikaseffect is er altijd op de wereld, al duizenden, miljoenen jaren. Maar het versterkte broeikaseffect, dat komt door de, onder andere de CO2-uitstoot en de uitstoot in de landbouw, waardoor wij, omdat wij uh, veel vrachtschepen hebben, vliegtuigen, maar ook je scooter, uh, fabrieken die veel uh, CO2 uitstoten, ervoor zorgen dat die laagstoffen in de dampkring dikker wordt en groter wordt, waardoor er nog meer zonnestralen wel op aarde terechtkomen, maar niet meer terug kunnen. En daardoor wordt het warmer op aarde. Dus... Uh, als je het wil hebben over de invloed van de mens, praat dan over het versterkte broeikaseffect. Uh, en het kan ook gaan over gewoon het broeikaseffect. En dat is gewoon simpelweg: er zijn stoffen in de atmosfeer die ervoor zorgen dat de zon wel op aarde terecht kan komen, maar niet alle zonnestraaltjes meer terug de ruimte inkomen. Dankjewel. Uh, we zitten bijna aan het eind van dit NOS-stories spreker. Misschien nog even de moeite waard, Emine, om nog even kort uit te leggen wat nou het belangrijkste is per thema om te weten. Dat is goed? Uh, nou, ik heb per thema uh, heb ik het uitgezet voor je. En natuurlijk zal er vast wel meer gevraagd worden van je examen. Dus ga niet alleen maar dit leren en klaar. Uh, maar dit is wel wat elk jaar een beetje terugkomt. Een weerkaart kunnen aflezen. Dus dat er bepaalde weerselementen missen in een weerkaart. En dan moet je weten waar, welk weerselement mist er. En het en weer voorspellen. Dus is het lekker weer hier of is het regenachtig, is het koud, is het warm. En kijk dan vooral naar de datum. Want dan kan je bijvoorbeeld van een seizoen weten wat voor weer je kan verwachten. Een hoog en een lage drukgebied. Weet de symbolen. Een hoger drukgebied wordt vaak met een H of een plusje wordt meegegeven. Een lager drukgebied met een elletje of een minnetje. En uh, wat voor weer dat met zich meebrengt. En ook bijvoorbeeld bij de isobaren, dat als er heel veel isobaren op elkaar staan... en er zit een, een iets moet je daarin vullen, is dat vaak een lager drukgebied. Zijn de isobaren verder van elkaar, is het vaak een hoger drukgebied. De isobaren dicht op elkaar is veel wind, dus harde wind ook. De isobaren uit elkaar is weinig wind. Uh, en wat voor weer dat ook met te brengen. Dus hoge druk is lekker helder weer. Lage druk is bewolkt regenachtig. Nou, neerslag hebben we net ook gehad. De soorten regens, hoe dat ontstaat en waar het vooral voorkomt. De wet van Bijsbejot hebben we dus ook net gehad. Uh, de twee wetten. En herken het, probeer het vooral terug te herkennen. De klimaatgrafieken aflezen. Dus hoe lees je een klimaatgrafiek af? En waar komen bepaalde klimaten ook voor? Pak deze PowerPoint zo meteen en ga, neem het gewoon lekker door, want dat staat ook precies waar die klimaten voorkomen in Nederland, Spanje en de Verenigde Staten. Dan hoef je verder ook niet meer dan dat, hoef je ook niet te weten. Soorten irrigatie. En er zijn er natuurlijk drie oppervlakte, beregening en druppelirrigatie. Welke is duurzamer, welke is bijvoorbeeld beter, uh, welke zorgt voor meer verdamping, meer verzilting. En dat soort ja, kenmerken van die irrigaties moet je kennen. En de orkanen en tornado's, dus de verschillen daarin en de gevolgen die zich meebrengen. Dus vooral welke brengt er meer schade met zich mee? Welke kan je meer voorspellen? Bij wie moeten ze echt de rampenbestrijding invoeren? Noem het maar op. Dan heb je de volgende, en dat is dan water: het rivierenlandschap van Nederland, dus de winterdijken, de zomerdijken, oeverwallen, komgronden, de uiterwaarden, de soorten wateren. Dus er zijn er heel veel en probeer die dan uit de kaart te halen. Ze gaan echt niet uh, tien soorten water aan je noemen en zeggen ga maar uh, uitleggen wat het allemaal is. Maar dat deze watersoorten wel in je examenvraag terugkomen. Dus weet ze wel. Uh, de strijd tegen de water, dus de zandmotor. We hebben het gehad over de deltaplan. Heb je gehad in de les. Wij hebben het wel gehad over de ruimte voor de rivier. Dus welke projecten zijn daar om die rivieren meer ruimte te geven. De rivieren, de boven- en de benedenloop, dus bovenloop is vooral waar het he, ontspringt, waar voor, voor erosie is, waar de rivier het smalst is en nog snel stroomt. De benedenloop is waar de rivier op zijn breedst is, waar vooral veel sedimentatie is en uiteindelijk in de zee komt. Wij in Nederland zitten dus in de benedenloop. Nou, erosie en sedimentatie hebben we gehad. Delta is de vertakking van de rivier bij de monding. Wij leven in Nederland in een delta. Uh, het stroomstelsel, stroomgebied en waterscheiding. Ik probeer die elementen ook nog uit elkaar te halen. Nou, stuwdammen. Uh, oorzaak, gevolg vanuit verschillende invalshoeken. En dat maakt eigenlijk niet eens uit welk land of welk stuwdam ze eigenlijk pakken. De Chinese rivieren, weet die wel alsjeblieft bij de Nederlandse benaming, maar ook bij de Chinese benaming. En dan niet de Chinese tekens, want we zitten niet bij een examen Chinees. Maar het kan ook zijn dat ze het gewoon over de Huang Huanghe hebben tijdens je vraag. En dan is het wel fijn dat, je het weet, dat, dat jij weet dat het over de gele rivier gaat. En, waar, uh, en de verschillende stroomgebied en waar ze ook uiteindelijk mondigen. Dus waar komen ze uiteindelijk in de zee? En drinkwaterwinning in het Midden-Oosten, dus het waterontzilting en de Dus Waar halen ze hun water eruit? En dan heb je uh, bevolking, en, uh, bevolking en ruimte. Dus het bevolkingsdiagramma, dus dat je zo'n grafiek kan aflezen. En wat gebeurt er? Welke ontwikkelingen is er plaatsgevonden? Dus dat je ook bijvoorbeeld van verschillende grafieken ook bepaalde jaartallen kan uh, koppelen. Uh, migratiegroepen Nederland en Duitsland. De verschillen, maar ook de overeenkomsten daarin. Demografisch transitiemodel, daar hebben we net over gehad. De voorzieningen, verzorgingsgebied, rijkwijde, drempelwaarden uh, waar het groter is, waar het kleiner is en waarom het zo is. Uh, de ontwikkelingen tussen West- en Oost-Duitsland en ook toen Duitsland één land werd, wat er dan gebeurde. In kindpolitiek, de gevolgen die daar zijn en bijvoorbeeld ook de reden tot afschaffing ervan. En de twee delta's, de Paalrivierdelta en de Yangtze Delta. En vooral dan vergelijken en verklaren waarom dat zo is. En dan het laatste stuk eigenlijk heb ik ook van welke landen moet je nou echt wat weten. Nederland komt in alle drie de thema's gewoon terug. Dus eigenlijk moet je van Nederland bijna alles weten. Spanje is belangrijk dat je weet welke klimaten er zijn en waar die een beetje voorkomen. Dan kan je terugkijken bij mijn klimaten powerpoint. En voor en hoe dat ontstaat en waarom. Uh, de Verenigde Staten is ook weer de klimaten en uh, vooral vragen over uh, klimaatverandering. Maar ook bijvoorbeeld over de landbouw. China, de Chinese rivieren bij het thema water. Bevolkingsdichtheid en bevolkingsontwikkeling. Dus waar wonen de meeste mensen in China? En wat gebeurde er ook weer met een kind politiek? Of wat was het hoekhoudsysteem ook alweer? Bij het Midden-Oosten hebben ze het vooral over de rivieren in Turkije, Egypte. Uh, en de redenen tot om een stuwdam of een ziltingsfabriek ergens neer te zetten. En bij Duitsland hebben ze het vooral over bevolkingsontwikkeling. Dus waar gaan de mensen naartoe? Waar komen de mensen vandaan? Waarom is dat zo? Dus de binnenlandse, maar ook de buitenlandse immigratie. En de gevolgen die dat heeft in Duitsland. Dankjewel. Blijf hangen voor de freestyle rap die Hidde heeft beloofd. We gaan eerst eventjes bellen met uh, degene die ik ook sprak aan het begin van deze stream. Dat is Mickey. Hoi, Mickey. Ja. Hoi. Hallo. En ben je nu nog zenuwachtiger geworden door dit spreekuur? Dat je denkt, wow, al die termen. Of denk je, oh ja, nou, Jawel, ja? Ja. Oh jee. En, en waar heb je dan de ja. meeste paniek over? Misschien kunnen we je nog even ja. helpen. Water, vooral. En al die termen, ik ga ze allemaal door de war halen. En ik ben niet zo heel goed in aardrijkskunde, dus. Maar we hebben het veel over water gehad, dus je kan straks alles terugkijken. Ja. Ja, dat ga ik zeker doen ook nog even. Maar wat sta je gemiddeld er nu voor dan? Uh, ik kan even kijken. Ik sta volgens mij best prima. Dus. Uh, ik sta aan 6,4. Dus als het goed is, moet het wel goed komen. Oh joh. Jij hebt vast wel leerlingen die er slechter voor staan, toch, Emine? Ja hoor. Precies. Absoluut. Maak jij je zorgen om, Mickey? Nee, zeker weten niet. Nee, 6,4 is best wel goed volgens mij. <laughs> nou, zet hem op. Ja. Wat is jouw... Heb jij nog een ultieme examen-tip? Ja, gewoon een beetje chill examen ingaan en ik denk de ochtend van tevoren gewoon lekker rustig aandoen en niet nog alles proberen in je hoofd te stampen, want dat lukt toch niet meer. Nee, doe dat vanavond nog even met deze stream, zou ik zeggen, even terugkijken. Ja. Ja, hey, dankjewel dat je even in uh, de stream wilde komen en uh, veel succes. Ja, dankjewel. Doei doei. Doeg. Hé hey dan mag jij je tot de kijker richten in die camera daar. En uh, jouw ultieme examentip geven. Mijn ultieme examentip is hang niet te lang bij één vraag. Want je tijd tikt en je examenvragen die staan er nog. Maak alles en het hoeft niet op chronologische volgorde. En als je tijd over hebt en je hebt alles gemaakt, schrijf je antwoorden op. Neem het mee, want dan kan je het achteraf nog checken. En dan kan je het gewoon in je hoofd wegstrepen van dit komt sowieso goed. We zeiden natuurlijk aan het begin van deze stream dat de ultieme examentip van Hidde werd ingepakt pakt in een soort rap. Uh, we hebben vijf uh, begrippen verzameld, die hebben we opgeschreven in een kaartje. De redactie heeft vijf begrippen, oh, er zijn net eigenlijk meer. Het zijn er zes volgens mij. Die heeft zes begrippen verzameld heden die veel in de comments terugkwamen, waar mensen dus veel uh, nog over willen weten. Mm -hmm. En jij gaat die zes begrippen dus uitleggen. In een rap. Wij hebben een beat. Jij weet niet welke begrippen dit zijn. Je gaat het helemaal nu improviserend doen, hè? Geen flauw idee. Kijk, jij bent degene die mij de woorden geeft. En wij weten allebei. Hè? Ik, ik weet oprecht van niks. En uh, dat houdt het ook alleen maar leuk. Want dan is het echt een freestyle. Maar kan jullie wel beloven dat de begrippen sowieso voorbij komen. En natuurlijk nog het liefst met een stukje context. Dat je ook echt morgen denkt, oh ja, dat begrip sowieso. Oké. Okay. Ik ga eens even voorlezen. Daarna mag je het kaartje bij je houden. Uh, brain drain moet erin voorkomen. Ja. Hoog- en laagdrukgebied, okay. tornado, mm -hmm. irrigatie, alle klimaten ah joh, ah joh. <laughs> en <zijn we. laughs> uh, bevolkingsdiagram. Hier kunnen we iets mee. Sterkte. Dankjewel. Start de beat maar, zou ik zeggen. Dankjewel. Dames en heren, we gaan in stijl afsluiten. De beat mag worden ingestart. Als die iets harder kan, zou dat helemaal top zijn. Mijn naam is Meester Hidden. Shout-out Mitch Beach. Shout out, de fanal En morgen ga je gewoon knallen like voor dat eind, eindexamen, man. Let's get it, oké. Okay. Ah, uh, oké. Okay. Ah, uh, ik ben een slimme jongen. Dat is die brain drain. Ik heb die echte flootjes, dat is niet gemeen. Brain drain, dan gaat kennis weg. Ik heb die flootjes en je weet dat ik het leg, hoge, lage druk gebied. Een H of een L. Meeste hidden heeft die. Kennis, ik breng het snel. Hoge druk, dan is er wel weinig wind. Ik ben die man. Als ik speel, weet je dat die wind. Wat? Oké, okay. ik kom net als een orkaanbrook. Harde wind of net als een tornado In de VS ontstaat op land huh. Meeste hitte maakt al die biet van kant Wat? Irrigatie? Hier geen irritatie Meeste hitte zo omhoog net als inflatie Maar dat is economie huh. Toch heb ik die corona flow, noem het epidemie Oké, okay. irrigatie kunstmatig beregenen Meeste hidden kan je examen zegenen. Want morgen ga je al wel knallen. Huh? Meeste hidden, nee, we kunnen net vervallen. Alle klimaten, ik zeg steppen en woestijn. Huh? Ben met docenten, ik moet hier zijn. Huh? Want je weet, ik breng het koud. Het tegenovergestelde is het tropisch regenwoud. Zo van. Huh? Alle klimaten kan ik rappen toch. Echte flows, ik kan niet cappen, toch? Al die flootjes moet ik hier weer brengen, toch? Meeste hidden, kom hier even, toch. Laatste woord. Want ik ben de man, ik bouw die piramides als bevolkingsdiagram. Huh, net als Egyptenaren, ik kan de flow wel klaren. Het is die gekke meester met die lange blonde haren. Morgen ga jij killen, het examen, bro. Want je gaat de morgen ook wel klaren, bro. En ook met dames ook, iedereen gaat opslaan. Wees de heden morgen ook op tijd opstaan. Dankjewel. Ja, applaus voor meester Hidden, Dankjewel. Volgens mij heb ik ze uh, allemaal kunnen verwerken. Ja, ik denk het ook. Ik hoorde trouwens wel, je zei net, uh, je zei piramides als bevolkingsdiagram. Je hebt net nog uitgelegd dat niet een bevolkingsdiagram altijd een piramide is. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar dat is juist met rap, hè, is het natuurlijk creatieve vrijheid, dat mensen nu denken, oh ja, die bevolkingsdiagram, niet altijd een piramide, maar in arme landen wel. Ja, kijk eens aan. Ja, <laughs> precies. Je doet een beroep op hun uh, juist, kennis, inderdaad. Juist, ja, juist, juist, nee, juist. Super knap. Wou echt heel knap. Ik kijk hier bij jou, deze man, oude, wat een held. heerde op de beat, man. Haha, de gekke freestyle. Uh, even kijken. Ja, in ieder geval hier een vlammetje. Wat een legend. Ik zie het. Ik, uh, ik waardeer het. En ik, uh, ik vind het alleen maar tof om op deze manier toch nog even de begrippen en, en een soort van laatste wedding te geven. En voor de mensen die. Uh, die de rapmuziek interessant vinden, hè? check gewoon uh, alles van meeste dingen op Spotify, YouTube. Uh, je kent het wel. Ja, toch? en Emine, dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn. En dan ga ik afsluiten, want dit was het NWS Stories eindexamen spreekuur Aardrijkskunde voor VMBO. Jullie volgende spreekuur voor VMBO is morgen. Dan doen we NASC 1 en 2 om 7 uur s'avonds. Bedankt voor het kijken. Wat een leuke afsluiting was dit. Succes met leren en tot de volgende. Doei doei! Ik weet niet of het zien.